Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. De meteorologische winter eindigt morgen. Dan is het de laatste dag van februari. En van winterweers in Europa al lang geen sprake meer. Natuurlijk in het uiterste noorden en ook verder weg in Rusland. Daar vriest het overdag nog. En verder zien we lage temperaturen in het Alpengebied. Maar voor de rest van Europa is het eigenlijk zacht voor de tijd van het jaar. Maar we gaan toch even kijken naar dat open gebied. Want veel mensen komen dit weekend weer naar huis of gaan er juist naartoe. En dan is het altijd belangrijk om te weten natuurlijk wat je onderweg kunt verwachten. Nou, vandaag trok er een sneeuwgebiedje over de noordelijke Alpen. Daardoor was het vandaag allemaal niet al te best. Maar in de loop van de nacht en morgenochtend trekt dat sneeuwgebied weg. Dat betekent voor iedereen die morgenochtend van de Alpen naar huis rijdt dat het nog even wat wit kan zijn op de wegen. En voor iedereen die vanavond, vannacht of morgenochtend richting de Alpen gaat, ziet het eigenlijk allemaal goed uit. Sneeuwgebied is dan allang weer weg bij de Alpen. En de wegen zullen ook gewoon goed bereidbaar zijn. Prima omstandigheden dus. Hier nog even de samenvatting. Er gaat een paar centimeter verse sneeuw vallen, maar ook dat stelt niet al te veel voor. En in de loop van de dag gaat de zon overal weer schijnen. Dan het weer in Europa. Nou, wij krijgen te maken met een hoge drukgebiedje komende nacht. Daardoor temperaturen even rond of onder het vriespunt. En daarna moeten we onze blik richten op de Britse eilanden. Daar komt een groot regengebied aan en dat bereikt ons zaterdagavond. Datzelfde lage drukgebied zorgt zondag ook nog voor een aantal buien. Dan zitten we in onstabiele lucht en ook dan is het dus van tijd tot tijd behoorlijk wisselvallig. Maar voor dat regengebied uit is het zaterdag nog heel fraai weer. Ook vanavond nog droge omstandigheden, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt naar 3 graden. De wind begint vanavond af te nemen en vannacht is de wind dan even vrij rustig. Tijdens de heldere hemel daalt het kwikantwoord rond of iets onder 0, maar bij temperaturen iets onder 0 en nog een klein beetje wind blijven de wegen droog, dus de kans op gladheid is klein. Morgen beginnen we dan met geregeld zonneschijn. Later op de dag komt dat regengebied vanuit Engeland dichterbij. Nee, vanuit het westen de bewolking toe. De eerste motregen en regen verwacht ik aan het einde van de middag, begin van de avond in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. In het oosten schijnt de zon het langst. Daar temperaturen van 8 graden, in het midden en zuidwesten kan het 9 graden worden. Kijk ook even naar die wind, 5 à 6 bijvoorbeeld, Die komt in de loop van de middag. In de avonduren gaat het nog harder waaien en in de nacht naar zondag kan de wind zelfs stormachtig zijn. Zondag overdag dan ook nog steeds veel wind, zuidwest 5 tot 7 bevoor, trekken veel buien over het land, klap onweer is daarbij ook mogelijk en het waait dus flink. Wel hoge temperaturen, 8 tot 10 graden. Maandag en dinsdag begint de atmosfeer langzaam kouder te worden. De zon schijnt af en toe, maar er vallen ook buien. En vooral dinsdag kunnen die enigszins winters zijn. Ik verwacht geen witte wegen, maar er kan een vlokje natte sneeuw bij zitten of hagel. Kijken we naar de 15-daagse van de temperatuur. Dan zien we dat het aanstaande zondag het meest zacht is. Dan dus plaats ik 10 graden in Nederland. Daarna gaan de temperaturen weer iets naar beneden. Maar echt spectaculaire veranderingen zijn er niet. Wel zien we dat de kans op uh, nachtvorst uh, aan het einde van de week en het volgende weekend wat groter wordt. Maar we zien ook... De, als je heel goed kijkt, dat de trend van de maxima weer langzaam wat omhoog gaat. Dat betekent in feite dat een hoge drukgebied dan waarschijnlijk de baas wordt. Dus de kans op regen is dan klein. Dan heb je geregeld zon, koude nachten en overdag gaat de temperatuur dan iets omhoog. Allemaal nog ver weg. Eerst gaan we van dit weekend genieten. Morgen dus flink wat zon. En zondag hebben we vaak de paraplu nodig. Ik wens u een goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.